Vroeger was dat zoiets waar je van las, van verre landen. Maar dat soort problemen eigenlijk worden wij meer en meer mee geconfronteerd. En de organisatoren vonden het eigenlijk wel nuttig om daar een keer een beetje uitleg over te komen geven. Oh, wij komen ons Timmerman, mevrouw Timmerman, ondersteunen. Zij geeft een voordracht voor vrouwen die geweld aangedaan worden. Dat gaat over vrouwenbesnijdenis. Dat gaat over alle dingen rond het maagdenvlies. Moslimameisjes die komen voor een herstel van het maagdenvlies. Dat gaat over kindhuwelijken, uithuwen van jonge dames. Dat gaat over erewraak. Dat zijn allemaal problemen die eigenlijk zeg maar, door de globalisering meer en meer ook bij ons voorkomen. Ondersteunen in het project wat dat ze voorbrengt, dat bedoel ik. Okay, gaat u de boodschap ook kenbaar maken aan uw medemensen? Absoluut. En u ook? Het is te zien, we zullen eerst zien wat dat ze zegt. Hè. Over de ervaring die ze opgedaan heeft, en dat interesseert mij wel. Denkt u er ook zo over? Ja, eigenlijk wel. Ja. En u ook? Ja, we proberen het te volgen. Ik probeer het ook altijd interactief te doen, hè, zodanig dat... als ik zie dat ze niet durven, dan stel ik zelf vragen van en wat denk je daarover en vind je dat moet kunnen en hoe zou je daar zelf mee omgaan en zo. En dan over het algemeen zijn het toch wel bespraakte dames. Er zijn er altijd genoeg in de groep die zorgen voor een interactie en een debat en dat maakt het juist zo boeiend. Hè? Als het gaat over zaken zoals onrust in de onderbuik, echt zo damesproblemen, vrouwenproblemen, meisjesproblemen, dan komen de mannen minder mee, wat eigenlijk jammer is. Want ze zouden het op die manier misschien toch allemaal, misschien er ook iets aan hebben, sommige dingen beter kunnen begrijpen en zo.